Soms heb je wel zin om gewoon een lekkere film te zien die gewoon makkelijk is. Maar dit soort films die je dwingen om na te denken over vraagstukken waar mensen soms mee zitten, ja, ga ik graag naartoe. Vrijdag barstte het Movies That Matter Festival weer los. Tijdens het internationale film- en debatfestival van Nederland zullen tientallen speelfilms en documentaires rond het thema mensenrechten worden gepresenteerd. Finally is here. The 10th edition of our festival here in The Hague. Burgemeester Pauline Krikke mocht het festival openen. Hoe belangrijk is dit festival voor Den Haag? Het is een heel belangrijk festival, omdat het laat zien dat het Movies That Matter is ook al een hele mooie titel. Films die ergens over gaan, die laten zien wat mensenrechten zijn, wat je daar wel of niet mee kan. Maar ook hoe in heel veel gevallen er heel erg op die mensenrechten getrapt wordt, want zo moet je het eigenlijk zeggen. En hoe belangrijk het is dat wij allemaal zien dat het gebeurt, maar dat we er ook iets aan doen. Volgens mij is dit de zesde keer dat ik hier geweest ben en het zijn elke keer zulke mooie films, omdat ze je ook dwingen om over dingen na te denken. Ik hou van allebei hoor. Makkelijke Amerikaanse films ga ik ook graag heen, maar mijn hart ligt toch wel bij de arthouse, bij dit soort films. Ja. Tot dusver gaat het heel goed. Volgens mij zijn alle voorstellingen vanavond uitverkocht, dus dat is hartstikke goed. En, ja, we hebben een mooie opening gehad. Ik ben weinig woorden vergeten tijdens de speech die ik moest uitspreken. En het was heel goed. Na het inkleuren van een onderdeel in een enorme kleurplaat is het festival dan echt van start gegaan. Waarom een klok? Omdat, en dat zie je niet helemaal, maar het is voor de mensenrechten eigenlijk altijd 11:55. En daarom wil ik deze klok highlighten, dat het 11:55 is en dat al deze mensen die ook op dit plaatje staan echt naar de mensenrechten moeten kijken. De openingsfilm van het festival is Aus dem Nichts. Geen lichte kost. Best wel een indrukwekkende film. Met ook best wel een heftige afloop. Ik snap wel dat iedereen even wat weg moest slikken voordat die de zaal weer uitkwam. Dus, ja. Nou, een droom om met dit festival te bereiken is dat er gewoon ieder jaar weer mensen hier naartoe komen en denken van ik zie hier ieder jaar iets wat mijn beeld op de wereld een beetje verandert en waardoor misschien zelfs mijn gedrag wel een beetje verandert. Dat zou ik heel tof vinden en dat we dat wereldwijd ook kunnen blijven doen met de festivals die we wereldwijd ondersteunen.